Wat zijn belangrijke onderwerpen voor u? Voor de Provinciale Staten? Ja. Natuur, armoedebeleid en vooral vluchtelingenbeleid. Dat zijn voor u belangrijke onderwerpen? En kijkt u dan ook de verschillende partijprogramma's na? Ik kijk wel op de kijkwijzer, maar daar word ik eigenlijk nooit zoveel wijzer van. Je leeft in een democratie en dan ga je stemmen. Ja, we hebben geen stemplicht meer, we hebben stemrecht. Hè? Vroeger, weet ik, hadden we stemplicht, maar ik beschouw het nog steeds. Je bent het verplicht in een democratie om je stem uit te brengen. Ja. Nou ja, kijk, mijn leeftijd betreffende, alles wat ze voor de ouderen doen, moeten doen, dat vind ik belangrijk. En noemt u eens een paar onderwerpen? Ja, de AOW, de ouderenzorg, de mensen die de ouderen moeten helpen. Die dus op een gegeven moment op de toppen van hun tenen lopen en om de dingen te doen. Nou ja, dat is, daar wordt allemaal niet aan gewerkt, er wordt weinig betaald. Het gaat altijd alleen om geld. De zorg voor de oudere mensen bedoelt u? Ja, alle zorg. En wat vindt u van de nieuwe pensioenwet? Ik heb geen pensioen, dus ik moet me niet mee. Maakt me niks uit, ik heb alleen de AOW. Ja, dat is altijd zo. Ik bedoel, de hoge mensen gaan bovenaan en de mensen die het werk doen, die hoor je niet. Maar wij weten het wel hoor, dus het komt wel goed. Ja, ik denk dat er best wel veel aan de hand is. Dus dat maakt voor mij wel dat ik denk van ik moet wel gaan stemmen, ja. Zijn er nog onderwerpen waarvan u zegt, die vind ik ontzettend belangrijk? Ja, die zijn er wel. Ik vind de kwestie om het hele corona gebeuren vind ik heel belangrijk. Hoe dat allemaal gegaan is, maar ook wat nu aan de hand is met de boeren. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om je mening te vormen. Ja. Dat die mensen ook nog wel in beeld zijn. Wat er provinciaal speelt, daar worden we niet zo van op de hoogte gesteld. Nee, dat klopt. Maar we worden denk ik van meer dingen niet op de hoogte gesteld. Er zijn geen onderwerpen die belangrijk zijn. Ik hoop alleen dat het democratie blijft. Nou zien we de hele week wel de bekende landelijke kopstukken op de televisie. En we worden nauwelijks op de hoogte gesteld van de provinciale onderwerpen. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben niet zo voor de provincie als tussenbestuur. Men praat er wel vaker over. Die provincie die is niet zo belangrijk. Maar het is wel een maat voor wat de mensen willen. Waar politiek gezien welke kansen op willen. Precies, want ik kan me voorstellen dat de woningnood in Zeeland, dat iets anders ligt dan in de andere provincies. Tuurlijk, elke provincie en elke stad heeft zijn eigen regels. Ja. Bij de ene kost het zoveel, bij de andere kost het zoveel. Daar zit een onderling verschil in. Nou ja, ik heb gelezen dat ze van alles in de grond willen pompen. En dat moeten we toch voorkomen. Want uiteindelijk wat je in de grond pompt, krijg je straks ver op je eigen bord. En wat zou u voor Almelo belangrijk vinden? Nou, ik vind Almelo wel oké. Er hoeft niets verbeterd of veranderd te worden? Ja, och. Kijk, als de mensen iets elkaar aankijken en een keer goeiendag knikken, dat zou wel een hele vooruitgang zijn. Ja, dat doen de meeste mensen gelukkig wel in Almelo. Nou, maar er zijn heel veel zijn bang vanwege de oorlog en de Oekraïne. Alle toestanden die er zijn. En door de angst spreken we elkaar niet meer aan of kijken we elkaar niet meer aan en houden afstand. De mensen maken zich zorgen? Ik denk het wel, maar ik niet. Als Poetin een bom gooit, dan ga ik gewoon buiten staan te kijken waar die valt. Ja. Nou, ik vind dat het wel meevalt, want ik kijk de kranten. Ik lees Tubantia en ik kijk op het nieuws regionaal. Dus het komt genoeg naar voren. Als je wil lezen en wil geïnformeerd worden, dan kom je niks tekort. Denkt u dat er veel mensen gaan stemmen? Ik hoop het. Ik weet het niet, want het is zo'n rare, verwarrende toestand op het ogenblik. Er zijn veel te veel partijen. Dus ik weet het niet. Het lijkt En ik ga voor mijn buurvrouw en ik ga voor mijn dochter. Ja. Het lijkt alsof de hele wereld een beetje in beweging is, hè? Ja, op een negatieve manier. En ik denk dat begonnen is met meneer Trump. Dat iedereen heeft gedacht, ik kan een grote bek hebben en dan kom ik er wel. Ja. Dat vind ik echt triest. Ja. Dus. En waar het Almelo betreft, heeft u daar ook onderwerpen over? Ik niet heel dringend hoor. Ik bedoel, ik vind het een beetje jammer dat de bushalte Centrumplein helemaal overhoop ligt. Dat was voor ons eigenlijk gewoon wel een ideale halte, zeg maar. Ook voor mensen, zeg maar, vanuit, niet Almelo, buiten Almelo.
dat was gewoon een hele handige plek. En nu zit er een soort tijdelijke halt waarvan zeker mensen als ik met een visuele beperking niet zo goed weten waar we dan precies zijn en hoe we dan op de juiste plek moeten komen. Er zijn op zoveel verschillende plekken inmiddels werkzaamheden dat het is soms voor ons ook gewoon lastig om ons dan te oriënteren. Maar goed, we hebben dan een stok, of althans ik heb die, en dat helpt. Alleen. Nou, dinsdag 4 april is er in het stadhuis een ideeënmarkt. En Almeloers met goede ideeën voor de stad, die kunnen daar hun pleidooi houden. Dus misschien zou dat voor u een goed idee zijn om daar kenbaar te maken dat de bus terug moet komen. Dat is wel een interessant idee eigenlijk. Dank u. Ja. Nee. Nou, ik wil jullie allebei bedanken voor de medewerking en ik wens jullie samen een hele fijne dag. Dank u wel. En misschien tot een volgende keer. Ja, wie weet. Goed zo. Bedankt voor het vragen. En graag gedaan. Voor het luisteren. Ja, nee, het was gezellig met jullie. Ja.